Omdat ik als futter niets anders te doen heb, ben ik de hele dag op voordeeltjes uit. Doet een bepaalde supermarkt zijn slaapwinkel in de aanbieding, dan ben ik daar als de kippen bij. Is er ergens een aanbieding van 3 halen, 2 betalen, dan ga ik die meteen halen. En ik spaar alle bonnen, zegeltjes en stempels. Nu is het zo dat ik een folder in de brievenbus heb gekregen, waaruit blijkt dat als ik klein chemisch afval naar de chemokar breng, dat ik dan een stempel krijg en na 4 stempels gratis een grote linnen boodschappentas. Nou, dat lijkt me wel wat. Nou heb ik zelden klein chemisch afval. Dus nu heb ik 4 batterijtjes gekocht. Die ga ik naar de chemokar brengen. Krijg ik 4 stempels en een grote linnen boodschappentas. Dus dan heb ik gratis een linnen boodschappentas voor 10 gulden 35. Lijkt me nog super voordelig. Ik wilde graag 4 stempels voor de gratis linnen boodschappentas. Nee, u krijgt er 1 van mij, meneer. Want ik krijg... u mag 4 keer bij mij komen, dat vind ik ook wel leuk. Ik krijg per keer een stempel. Ja, ja, ja. Oh, dus, ja. Dus 1 batterij krijgt u 1 stempel. Maar dat is een idee. Als ik nu dus 1 batterij inlever bij u, ja, ja, dan krijg ik 1 stempel. Ja, ja. En bij een volgende batterij, een volgende keer, krijg ik... Ja hoor, dan mag u eerst weer in huis. En dan krijg ik de gratis linnen boodschappentas. Ja. En dat is deze, meneer. Oh ja, mag ik hem alvast even zien? Ja, zeker. Alsjeblieft. Dan weet ik waarvoor ik spaar. Ja. Zag het wel, hè? Reed niet door het rode licht. Het is namelijk zo dat als je 3 maanden niet door het rode licht rijdt, als je in 3 maanden niet wordt bekeurd, dan krijg je van de verkeerspolitie in deze gemeente een fijne fietsvlag. Daar gaat er nog een. Hey. Ja, mooie fietsvlag. Heb ik ook gekregen van de politie. En je veilige fietsvlag. En als je 6 maanden niet door het rode licht rijdt, dan krijg je een hele leuke Mickey Mouse fietsbel. Daarvoor ben ik nu aan het sparen. Ik heb hem. Het is namelijk zo dat als mannen gedurende 8 weken niet tegen de kerk plassen, dan krijgen zij een leuke attentie. Er kwamen namelijk heel veel mannen recht uit dat café hier een beetje tegen de kerk staan plassen. Die dreigden helemaal weg te rotten. En nu blijft hij staan, kerkbestuur tevreden en ik een leuke attentierijker. Nou, u ziet het. Door heel veel niet te doen, heb ik lekker veel te doen.